You're going to run a restaurant today. And we are going to do it all the way because we have 100 guests tonight. There are four aspects we are going to experience today. It's friendliness, working fast, it has to be sincere. And the last one is proactiveness. The chef, the cuisine, will be Rob van Weeg. The maître of today will be Maaike. And then we have the pasman, that will be Dirk. Let's see. Nou jongens, ga ik even wat cookies bijhalen. Doe dit hierin en het zwarte hierin. Dan heb je 20 van deze. Begin waren ze bang en nu gaan ze echt actie ondernemen. Dat is heel mooi om te zien. Die mag je van mij gewoon zo vasthouden. Je mag zo lopen straks met de warme borden. Maar je houdt feitelijk gewoon. Het is wel leuk als je het zo kan. Gender, alles nog steeds onder controle? Ja. Ja, ja. Wie heeft deze gecheckt? Kikker. Ziet er mooi uit. Het is om 7:15 wil ik ze allemaal zo klaar hebben staan. Ik heb wel mijn best gedaan, maar het is ook wel raar, omdat je moet niet te formeel zijn wat je kent te wensen, maar wel anders dan normaal, dus je moet dat wel een beetje inkleden. Enjoy the special meeting. Pasman, de bonnen, die zijn, dat is uw verantwoordelijkheid, toch? Ja. Ja. Hoe werkt dat, die bonnen? De opa's nemen het op, de maître schrijft de bon uit. Ik geef de bon aan de chef en die zorgt dat het klaar staat. De motorplicht die kunnen we ook afruimen, want die hebben we niet meer nodig voor het hoofdgerecht. Oké. Okay. Ja? Wel één kunnen. Chef is niet tevreden, zie ik. Er zitten mensen te lang te wachten. Nou zie je, het zijn een paar die zijn veel te afwachten. Er werd gevraagd naar de dressing. Oké. Okay. En dat was een van de afwijkende maaltijden. En dan moest ik even kijken of het geval wat de dressing was. Nou, ik moet zeggen dat ik aangenaam verrast ben. Het gaat eigenlijk redelijk smooth vanavond. Er wordt goed samengewerkt over het algemeen. Misschien wel de allergrootste uitdaging is om gefocust te blijven tot het allerlaatste moment. Op een gegeven moment bij de derde gang, en dat gaan we nu zo meemaken, dan wordt het wat lastiger. En de vierde gang, dan wordt het nog wat lastiger. Dan worden we moe. En dan is het natuurlijk, dan wordt het lastiger. Dan wordt het toch topsport. Begin bij je eigen tafel, zou ik zeggen. Zeg eens nog eens, wat hebben we? We hebben espresso, dubbele espresso en thee. And we like to have a score from this table. On those four aspects. For those four aspects. Ja, ik vond het een mooie plek hier. Dus precies de borden kijken daar. Dus heel leuk om te zien. Ja. En wat zie je daar bij die borden dan? Veel stress. Both? Alright. Okay, there will be a plus.